ik het goed gedaan? Toch wel even hoedje viel af. Dan moeten we, nee, Carlo, wacht, nee, die Carlo, nee, die nee. zegt net tegen mij, doe nou precies wat ik doe, want dat is leuk in beeld als ballet zijn. En ik weet niet wat hij ging doen, maar ik ging toch aardig gelijk. We moeten hier ook een muziekje hebben als we de trap afgaan. Oh, nou, oké. 1, 2, ja. Zo, dat nou, is showbusiness. Dat is showbusiness. Dat doen wij toch weer goed, hè? Het is alleen jammer dat niemand het ziet. Waarom ziet niemand het? Omdat er niemand is. Nou, maar daarom hebben we het juist gedaan, dat het niet opvalt dat niemand er is. Oh. Daarom heb ik de glit, dat dan ga jij er nog eens met de nadruk op leggen. Omdat ik nou gezegd heb dat er niemand is, is eigenlijk voor het eerst dat mensen nu zien dat er niemand is. Ja, dat valt nu pas op. Nou, geef maar hier en zeg maar even goedemorgen. Nou, ja. Nou. Nou, ik vond dat wel heel leuk gedaan aan deze, maar goedemorgen. Ik doe het shot op dat niemand ziet dat er niemand achter je zit. Ja, dat is beter. Zo, weg met die tribune. Nou, goedemorgen. Hartstikke leuk dat jullie allemaal weer kijken naar Telekids. We hebben vandaag een special en dat komt... Ga verder. Omdat we jullie zo graag nog willen laten zien hoe het Pittige Popconcert ook alweer was. Het Pittige Popconcert was ergens te eind. Vorig jaar hebben we daar opgetreden, hè? In de jaarbeurs in Utrecht. Dat was wel grappig dat wij stonden te repeteren. Ik en mijn collega en ik. Dat ben ik. En dat gomst al van och, die kids die willen naar binnen. En op een gegeven moment kwamen ze ook naar binnen en het was een feest. Ook huilende kinderen heb ik gezien, dat meen ik ook echt. Want echt huilende kinderen met tranen in hun ogen. En ze gilden allemaal alleen maar om er een kaart. Dat was verschrikkelijk. Dat was op zich best vervelend. Ja, dat was op zich Minder. Ja, Aaron Carter was een van de gasten van het Pittig Popconcert. Er is ook heel veel achter de schermen, zeg maar, bekeken van wat er allemaal gebeurde, wat de artiesten allemaal aan het doen waren. Ja. Waren ze aan het jojoen? Waren ze aan het mens erger niet? Ja. Wat deden ze? Ja. Want ze moesten wachten. Nou, en in ieder geval krijgen we dus nu het Pittige Popconcert te zien. Dat is 2,5 uur lang. Hè? Ja? Je gaat toch niet zeggen dat wij hier 2,5 uur lang moeten gaan zitten? Nou, ik denk dat je dat hele... Weet je wat er namelijk gebeurd is? Daartussendoor zien we heel veel beelden van achter de schermen. Nog nooit vertoonde beelden van achter de schermen. Nog nooit vertoonde doorheen. Beelden. Ja, zelfs dan Aaron Carter, terwijl die... Zit Aaron Carter... Ja. Dat ook. Echt. De dus Aaron Carter. Aandacht voor het Pittige Popconcert. Meen je nou echt dat Aaron Carter echt... Ik was alleen even op zoek naar een kopje koffie. Het is heel erg vroeg. Ik heb het al. Heb je het al? En mijn koffie nog niet? Nou, kom dan maar even binnen. Ik ben op zoek naar het draaiboek. Maar kijk, dit is het tekstdraaiboek. Pittige Popconcert 21 december en ik was het vergeten. Nou, weet je wat? Nou, dit is onze kleedkamer. Hartstikke mooi. Kijk maar even rond. Spiegel. Wij zitten eigenlijk met één probleem. Het probleem van de dag waar elke dag mee begint is... Wat moet ik aan? Carlo weet het al. Ik ga dit aan doen. Maar nou is de vraag wat het mooiste... Erbij pas. Wat erbij pas. Hoe a ochtend die, hoe a ochtend die, en dan lekker op je stil.
Zodat ze weten wie we zijn. Ja, dat is haar doel. Want we mogen namelijk nergens door. Nou, dit is de zaal. Ik ga even kijken waar mijn moeder gaat zitten. Jij ook? Dan reserveer ik pas een plekje, anders ziet ze het zo. En dan ben ik er wel klaar voor. Ik zit alleen nog met één ding. Zouden er wel mensen zijn?